Kajoe. Je wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kajoe. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kajoe. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Kajoe, Kajoe, Kajoe. I'm Kajoe. That's me. Kajoe vecht tegen de hitte. Het was een heel hete zomerdag en Kajoe maakte zich klaar om naar het zwembad te gaan. Hij vond het lastig om zijn zwembandjes om te doen, maar hij wist zeker dat zijn zwemvliezen makkelijker zouden gaan. Kajoe had alleen nog zijn duikbril nodig. En zijn handdoek. Wat is dit? Een eend met een cape om? Nee, ik ben het. Kajoe! Wow, doe die vliezen maar uit, schat. Straks val je. Ik doe ze wel aan mijn handen. In plaats van aan mijn voeten. Mogen we naar het zwembad, mama? Oh, sorry, lieverd. Vandaag kunnen we niet naar het zwembad. Waarom niet? Papa en ik moeten nog heel veel doen hier in huis. Kajoe was verdrietig. Hij wilde zo graag zwemmen vandaag. Zwemmen, zwemmen, zwemmen! Roosje wil ook naar het zwembad toe. Oh, misschien kunnen we morgen gaan, Kajoe. Maar ik wilde er juist vandaag naartoe gaan. Gilbert heeft het ook warm. Hij heeft geen water meer. Gilbert drinkt sap. Mama, Roosje morst al haar sap. Kajoe, veeg dat sap niet op met je handdoek. Ik wou alleen maar helpen, hoor. Ik ga naar buiten toe. Vergeet je pet niet. Oh, en Kajoe, vergeet niet je zonnebrand. Maar dat is zo vies plakkerig. Je hebt het nodig. De zon is heel erg fel vandaag. En het is ook heet. Kijk eens, hier heb je iets om koel te blijven. Dank je, mama. Toen hij Gilbert zag, kon Kajoe zijn lachen niet inhouden. Maar hij was nog steeds verdrietig, omdat ze niet naar het zwembad gingen. Oh. Je hebt het warm en je hebt gemorst. We gaan het even afspoelen. En meteen afkoelen. De sproeier! Leg jij je maar klaar, dan zet ik hem aan. Oké. Maar er komt geen water uit, mami. Eeuw! Je maakt een grapje. Kom, Kajoe, doe maar mee. Zo kwam Kajoe erachter dat je ook in je eigen tuin plezier kon hebben. Alleen Gilbert misschien niet. Kom maar, Gilbert, doe mee. Op de achterbank. Kajoe had veel zin om naar het restaurant te gaan om te eten. Wom, wom, wom. Piep, 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 piep. Piep, piep. Roosje wil auto. Nee, Roosje. Het is mijn auto. Na, 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 na. Doe toch eens rustig, jullie. Hier, Roosje. Ik hoef er toch niet meer mee te spelen. Piep, piep. Piep, piep. Vroom. Papa? Ja, Kajoe? Zijn we er al? Nee, maar we zijn er wel bijna.
papa, ik heb honger. Roosje, honger. Ik weet het. Mama wacht op ons bij het restaurant. Nog eventjes. Auw! Papa, Roosje heeft mijn auto kapot gemaakt. Ik kijk er zoveel even naar, schat. We zijn er bijna. Ik heb het heet. Roosje, heet. Mag het raampje open, alsjeblieft? Raampje open, ja. Roosje, zeg me nou toch niet de hele tijd na. Caillou was boos op Roosje en hij had honger. En hij had het heel erg warm. Ophouden, jullie allebei. Kijk, we kunnen weer rijden. Oh nee, wat nu weer? Papi, ik ben een beetje bang. Komt allemaal goed, Caillou. Ik ga wel even kijken. Nou, fijn. Caillou zag dat Roosje bang was. En hij wilde haar geruststellen. Het is al goed, Roosje. Papa? Ja, Caillou? Wanneer gaan we mama nou weer zien? We moeten eerst wachten tot de takelwagen er is. Dat duurt vast niet lang meer. Waar brengt hij onze auto naartoe? Hij sleept ons weg naar de garage. Goed, mensen, we kunnen gaan. Moeten wij in onze auto gaan zitten? Nee, jullie gaan bij mij achterin zitten. Heb je al eens eerder in een takelwagen gereden? Nee. Oh, het is heel erg leuk. Wacht maar. Alles goed daar achterin? Gaat u onze auto repareren? Nee, ik sleep hem weg. Maar in de garage is mijn vader. Hij repareert de auto's. Uw vader? Ja, yep, het staat ook op deze auto. Sanders en zoon. Ik ben de zoon, Jack Sanders. Ik ben Caillou. Mijn vader repareert geen auto's. Ik weet zeker dat jouw papa wel heel veel andere dingen repareert. Van mijn vader zitten ook een sleutel en een hamer. Echt waar? En dan kan ik niet eens een auto repareren. Kunt u ook mijn auto maken? Geen probleem hoor, Knul. Voor je het weet rijden jullie weer weg. Nee, mijn auto. De Roosje is het wiel kapot. We laten meneer Sanders nu even met rust. We maken jouw auto later, oké? Oké. Papi, ik heb honger. Even wachten, Caillou. Ik moet eerst even mama bellen. Wil je voor mij een snack, Caillou? Ik wil een chocoladereep. Ik heb per ongeluk op de knop van de muesli-reep gedrukt. Het spijt me, Caillou. Ik wil ook. Mag ik op de knop drukken? Oké, maar dan wel op de goede, hè? Nadat ze papa had gesproken, was mama opgelucht dat iedereen in orde was. Oh, hallo. Ik zie u hier nooit alleen eten. Waar zijn Caillou en Roosje? Oh, die komen er zo aan. De auto was kapot. Wat raadt u vanavond aan? Meneer Sanders. Ja, hier.
Ik ben klaar, Caillou. Je auto is gerepareerd. Die van papa is gemaakt, maar die van mij is nog steeds kapot. Meneer Sanders, mag ik misschien wat gereedschap van u lenen? Natuurlijk, daar ligt het. Aha, precies wat ik nodig heb. Caillou was blij dat zijn vader zijn auto kon repareren. En hij vond het leuk om hem daarbij te helpen. Mami! Hallo, lieverd van me. Was het leuk in de garage? Ja! Allebei de auto's zijn weer gemaakt. Allebei? Mijn auto is ook gemaakt. Vermist en gevonden. Oké, Caillou, je weet wat ik heb gezegd. Blijf naar de bal kijken. Ik heb hem! Maakt niet uit hoor, doe maar rustig aan. Hey! Geef mijn bal terug. Kom terug. Papa, help. Hij heeft mijn bal gepakt. Hebbes. Hij heeft een halsband om, dus hij is vast van iemand. Nou, we hebben overal gekeken. Maar niemand weet van wie deze hond is. Is hij dan alleen? Misschien is hij verdwaald. Het is wel een bikkel, vind je ook niet? Bikkel? Laten we hem bikkel noemen. Oh, mag ik hem houden, papa? Tjoe! Het spijt me, Caillou, maar deze hond hoort waarschijnlijk bij iemand die hem nu ontzettend mist. Hè? Huh? Maar weet je wat? We gaan samen op zoek naar zijn baasje, oké? Oké. Caillou was verdrietig. Hij wilde de hond graag zelf houden. Hallo! Is er iemand thuis? Wie hebben we daar? Gevonden! Zijn naam is Bikkel. Hij was verdwaald in het park. We gaan nu op zoek naar zijn baasje. Bikkel, nee, stop! Stout hondje! Wat een rommel. Breng hem anders even naar buiten om hem te wassen. Spoel hem maar af, Caillou. Het was tijd om op zoek te gaan naar zijn baasje. Dus papa maakte een foto om die op het poster te plakken. Lachen maar, Bikkel! Perfect. Nu moeten we hem kopiëren en op de weg terug hondenvoer kopen. En als je nou niemand belt, papa, mag ik hem dan houden? Dat zien we dan wel weer. Een hond hebben is niet zomaar iets. Hallo? Ja? Dat is hem. Goed, tot straks dan. Dat was Bikkels baasje. Ze heeft je poster gezien en komt hem zo ophalen. Rocky! Ze was zo verdrietig toen Rocky weg was. Gelukkig hebben jullie hem gevonden. Nou, Caillou heeft hem gevonden. Toch, Caillou? Heb jij ook een hond? Nee, maar ik heb een kat. En hij heet Gilbert. Echt waar? Jij boft, zeg. Ik wilde ook een kat, maar mijn papa is allergisch. We moeten gaan, liefje. Ga je mee? Ik ben zo blij dat je hem hebt gevonden. Bedankt dat je voor Rocky hebt gezorgd. Hoewel Caillou verdrietig was dat Bikkel wegging, was hij heel trots dat hij kon helpen. Dag. Bedankt, hè. Dag. Gilbert. Magische feestdagen. Caillou hield ervan om naar kerstlichtjes in de buurt te kijken. Vandaag zou hij de kerstman ontmoeten en hij had er heel veel zin in. Wat teken je, Caillou? Een tekening voor de kerstman, zodat hij niet vergeet wat ik onder de boom wil. Wat een goed idee, zeg! Wat ga je aan hem vragen?
Caillou vond het best moeilijk om te bedenken wat voor cadeau hij zou willen van de kerstman. Wat dacht je van een speelgoedauto? Eindelijk wist Caillou wat hij wilde hebben. Wanneer gaan we de kerstboom kopen? Vandaag, nadat papa klaar is met werken. Hij kon het bijna niet geloven. De kerstman zien en de boom versieren. Allemaal op dezelfde dag. Caillou! Die slingers moeten in de boom, niet over jou. Waar is papa? Volgens mij zit hij nog te bellen. Hij komt zo wel. Ik ga hem halen. Papa, schiet op. We moeten naar de kerstman toe. Ik kom er zo aan, Caillou. Pas op, je neemt de sneeuw mee naar binnen. Caillou kon niet wachten om naar de kerstman te gaan. En hij wilde dat papa ophield met bellen. Oké, heel erg bedankt. Ik spreek u snel weer. Kom op, papa. Schiet nou op. Oké, ik kom al. Weet je wat? Ik ga nog heel even naar de wc. Meen je dat nou echt, papa? Dit is nieuw, zeg. Normaal moet ik op jou wachten. Ik ben zo terug. Caillou, wacht op ons! Hij had zoveel zin om de kerstman te zien. Caillou! Papi? Caillou was bang om alleen de roltrap op te gaan. En papa was al onderweg naar boven. Rustig maar, ik kom naar beneden. Het was heel grappig om papa de roltrap weer af te zien lopen. Je gaat de verkeerde kant op. Dat klopt. Met deze roltrap kun je alleen omhoog. Maar ik moest jou ophalen. Hoi, Clementine. Hoi, Caillou. Ik ga de kerstman vertellen wat ik voor kerst wil. Ik ook. Wat wil jij dan? Ik wil een nieuwe pop en een springtouw en een oven voor mijn eigen cakejes en koekjes. En misschien een nieuwe knuffelbeer of een grote plusje hond. Wat ga jij dan vragen? Maar dat is maar één ding. Caillou wist niet of je meer moest vragen. Want wat hij echt wilde, was dit ene speciale ding. Toen hij Clementine bij de kerstman zag, werd hij opeens nerveus om erheen te gaan en om te vragen wat hij wilde. Ga maar, Caillou. Het is jouw beurt. Wat is dit? Een tekening van mij? Ik krijg heel graag tekeningen. Staat je naam er ook op? Nou, dan moet je me maar vertellen hoe je heet, zodat ik weet van wie die is. Caillou. Maar dit is een prachtige tekening, Caillou. Kom anders even hier zitten, zodat je me mee kunt vertellen. Caillou was blij dat de kerstman zijn tekening mooi vond. En hij was niet meer verlegen. Kijk, dit is net een dinosaurus. Ja, het is een dinosaurus die loopt en praat. Bedoel je dat jij een echte dinosaurus wilt? Nee, een speelgoeddinosaurus met batterijen. Ik heb ook niet veel echte dinosaurus op de Noordpool. Maar ik denk dat ik er eentje heb die jij zou willen. Ja! Vrolijk kerstfeest, Caillou! Caillou was blij dat hij om een dinosaurus had gevraagd. En wie hebben we daar? Roosje, dat is mijn zusje. Roosje, dat is een prachtige naam. En wat wil jij voor kerstmis hebben, Roosje? Roosje is een beetje bang, Caillou. We kunnen beter wachten tot volgend jaar. Dan breng ik jou iets heel bijzonders voor kerstmis, Roosje. Dag, Caillou. Heb een heel, heel vrolijk kerstfeest. Caillou was trots dat hij zich groot had gehouden. En dat hij niet meer bang was voor de kerstman. Waar zijn de kerstbomen, papa? Sorry, ik heb net mijn laatste kerstboom aan die familie daar verkocht. Kijk naar mijn boom, Caillou. We gaan hem nu thuis versieren. Doei! Ik wil ook thuis een kerstboom gaan versieren. Het spijt me, Caillou, maar ze zijn echt op. Kijk eens aan, Knul. Als jij morgen terugkomt, beloof ik dat ik de mooiste boom heb speciaal voor jou.
Ik wil! Nou, dan zie ik jullie morgen. Vrolijk kerstfeest! Caillou was teleurgesteld. Hij wilde niet wachten op morgen. Hij wilde vandaag de boom versieren. Mama, papa, kijk! Wat gebeurt daar? Gilbert! Caillou wilde niet buiten zijn. Hij wilde binnen zijn. De kerstboom versieren. Waarom hebben wij nu geen boom, papa? Die meneer zei dat hij morgen meer bomen heeft, Caillou. Maar ik wil nu de kerstboom versieren. Weet je wat? Misschien kan dat wel. Echt waar? Laten we binnen de doos met die versieringen gaan halen. Wij gaan hier een kerstboom versieren. Mama, mogen we ook binnen nog een kerstboom? Natuurlijk mag dat, lieverd. Caillou was het gelukkigste jongetje op de wereld. De kerstman bracht hem een dinosaurus. En hij zou wel 2 kerstbomen krijgen. Let op! Wauw! Caillou vond het de mooiste boom die hij ooit had gezien.